Wij hebben vandaag heel Playdome voor onszelf. Je kan hier karten, bowlen, lasergamen, bijl gooien. Noem maar op, we gaan het allemaal doen. Ik ben met Vincent, Julia, Siebe en Stijn. Wat een groep zeg. Hier kun je nu kijken naar hoe ik de intro ga proberen te doen, terwijl Julia en Vincent zoals altijd alleen maar ruzie hebben. Yo, what's up? We zijn vandaag bij... Blijf van me af. Nee, wij moeten het gewoon... Blijf van me af! Het gaat al de hele dag zo, het is echt ongelofelijk. Ik had het wel kunnen weten als ik hem meenam. Wat gaan we doen vandaag, Julia? We gaan hakbel gooien. We gaan karten. En wat gingen we nog meer? Bowlen. Hey, Siebe, jij bent er ook, man. Ja! Yo, dat is leuk. I'm back. Yes, en Stijn. Ik heb je titel gezien. Yeah. Oh, hij heeft echt haar titel. Hoe dat dan? Ja, hij ging mijn video editen en ik had niet door dat ik mijn titel aan het filmen was. Dat had jij gewoon door, hoor. Nee, dat had ik dus niet door. Jawel, Stijn, kijk hier. Ja, ik zei Stijn. Ben je jaloers? Stijn, moet je kijken. Hey. Hoezo? Ik heb hele mooie kwark zacht, hoor. Ja, maar ik hou van magere kwark. Oh, nou. Nou, jij magere kwark bent. Ik ben lactose-intolerant. Hey, nou, jij bent hele dikke, vette creme fraiche. Het kan echt een hele lange dag worden. Ja, dat weet ik wel. Maar voordat we gaan beginnen, klik even op de abonneerknop. Want we hebben bijna 1 miljoen abonnees. En meer dan 40% van de mensen die deze video kijken is nog niet geabonneerd. Kom op, klik erop. Oké. Okay. Leuk, We besloten om eerst gewoon even een paar activiteiten te doen. En we gaan eerst hakbel gooien en Julia typt de naam in. Wacht, kan je hem nog 1 keer doen? Yes. Oké. Ja. Yes. Yes, dat was hem wel, hè? Ja. Als jij achter me staat, kan ik hem per ongeluk wel naar achter gooien. En dan hoop ik dat hij zo dit splijt. Dit vind ik niet leuk. Dit is ook de reden waarom zij eigenlijk geen bijlen mag vasthouden. Ze mag ook geen messen of zakken. Ik denk dat ik een psychopaat ben. Iedereen even 1 keer gooien, gewoon. Even. En bizar genoeg lukte het Julia gewoon in 1 keer. Ja! Yes! 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 Nee, oké. Eigenlijk ging dit er nog aan vooraf. En ik word opnieuw. Oh! Dat mag niet, Steve. Lekker! Nu gaat het echt gebeuren. Ik ga gewoon naar jouw titel denken. Dat is ook dit waanzinnige ballonnenspel. Zo, dat is die zit er wel naast. Dat zit nergens in. Nee, dat zit niet in. Dus je hebt gewoon 0 punten. Volgens mij is die niet goed. Oké, Siebe, laat even zien hoe jij dat met je kinderkracht doet. Ja! Nou! Ik vind het wel stoer dat eigenlijk zo. Dank voor je enthousiasme. Ik vind het wel steeds stoer. Ik vind het wel aardig, ja. Die jongen die kent het al zijn hele leven via video. Zijn hele leven? Jezus, wat slecht dit, hoor. Kom. Christ, jij gooit zo'n lol. Ik zou er zin hebben van. Zonder dat je zin hebt, gooi je weg zo. Doe alsof je er zin hebt. Been voor, oké. Okay. Nou, hey, die zit wel in de 1, hoor. Is het goed zo, Vincent? Yes. Top. Nou. Nou, dit vind ik nog lang niet gek. Yes! Heel goed, heel goed. Stik deze af. Oké, ja. Oh shit. Dat is jammer en zo dom. Oh, kijk deze af. Mag ik hem afmaken nu? Nee, kijk zo. Zo. Ja, dit was wel knap, hoor. Oh. Oh shit! Zo! Oh. Oh. Wat was het ook met dat voetenwerk? Nee, kijk dan, wat een mooie bal. Ik wil 1 keer met het hekje proberen. Is hij goed afgesteld? Oh. Het hek werkt helemaal niet. Ja, dit werkt wel goed, hoor. Ja, ik kan het ook. Ik kan het ook. Oh.
Hoe zag jij dat niet aankomen? Dat ging niet per ongeluk. Even dat ging niet per ongeluk. Spel van de bal, niet van jou. Goeie sorry, maar ik moet even is zeggen, er is een manier van jou gegooid. Jij doet niet, maar je maakt kapot, man. Zo doe jij. En met het bijlen deed zo. Oh nee. Kom maar. Nee, joh. Heel goed. Yes, nee, Sibbe. Sibbe heeft een strafpunt. Het is klaar, we moeten gaan. Ik ben een goede vriend van Steven, dus ga ik mee. Want jij, maar dit is precies hetzelfde, weer negatief. Nee. Ik ga je steken. Heb jij borderline of iets? Jij mag ook niet karten volgens mij. Dat denk ik. Ja. Jongens, waar is Jules? Ja, die kan wel op één plek zijn, hè? Kijk, dit is lief. Oh, Jullie hoort je van dat ding. Dat deed ik niet. Oh, sorry. Kom maar, zo is het goed. Oh, schat, ze mag sorry. Niet. Ik zit al een uur met die hond te knuffelen en ik doe één keer zo en nu ben ik de dierenbeul. Yo, we zijn op de kartbaan nu. Daar is één kart. We gaan nu allemaal één hot lap rijden en degene die het snelst is. Die wint weer. Een taart winnen. Nee, dit heeft allemaal te maken met het verstoppertje aan het einde. Jij lul, jongen. Deze video is eens voorbereid. Ik wil geld winnen. Ik wil gezellig gaan met Julia filmen. Nee, maar ik moet echt even eerlijk zeggen. Ik heb echt zo moe af. En Julia heeft uiteraard weer de namen ingesteld. Oké, okay, yes. Je moet echt goed opstaan, hè. Oké, yes. We gaan dus allemaal om de beurt één rondje rijden en wie de snelste tijd heeft, wint. Ik ga een goede basis zetten. Zie ik er goed uit nu? Ja, weet je, ik ben als eerste, dus ik weet niet echt helemaal wat ik moet verwachten. Dus ik denk dat je kan verwachten dat je gaat karten. Let's go, bro. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Sukkelig gestart. Ja, dat echt heel sukkelig, hoor. Heel slow. Ik weet ook niet waarom. Ja, dat is wel echt chill. Hey. Dit is een spannende wedstrijd. Is hij nog steeds bezig? Hey, 31 seconden. Ja, sla dat maar, Joe. Waar ga je op doelen? Waar ga je op doelen? 6 seconden. Go! Oké. Even kijken hoe we het gaan doen. Okay. Oh my god. Ik heb maar 1 ronde nodig, toch? 30 seconden. 30. Heb je een tactiek, Vinnie? Ja. De groen is goed, die is slecht. En dan moet je zo sturen zo. Dit gaat heel goed. Ja, dit wordt een mooie tijd. Dit wordt een mooie tijd. Wat heeft hij? Oh! Hey, Steven, gaat gelijk op. Jongens, doe eens alsof we. Echt heel slecht. Goed. Heel goed, heel goed. Stijn had een beste tijd van 31.6. Julia, 35.1. Stefan, een beste tijd van 30.0. En daarna hadden we de snelste tijd van 30.1. En dan Sibbe. En de allerbeste tijd? 29.8. En 35.2. Ja, dat is dus wel echt heel goed, hoor. We gaan nu allemaal tegelijk een rondje rijden en ik en Julia hebben een weddenschap aangegaan. Ik heb geen weddenschap aangegaan. En de deal is dus dat als Julia het snelste rondje rijdt van iedereen... Dan krijg ik dus een Porsche Macan. Maar hoe noem je dit dan? Hoe noem jij dit dan meestal? Maar hoe noem jij zoals, is dat een weddenschap toch? Hè? Nee. Hoe noem jij dit dan? Een afspraakje. Dan heb je echt een lijpe titel. Dit wint in een blote titel Porsche Macan. Jules, dat houdt hè, wat op het spel staat. Ja, stil. Porsche Macan. Oh my god.
Wacht. Ik word dus helemaal van we, jou, Jules. Hoe lang hebben we de tijd? Dat ga ik nu vertellen. Hoe lang dan? 5 minuten om te verstoppen. Oh. Dat is best kort hoor. Ja, je moet naar binnen, dan gaat die deur niet open. Nou, go. Go dan. Nee, jij bent toch niet Squizmaster? Nee. En iedereen krijgt natuurlijk weer 100 euro mee, die ze moeten inleveren alleen als ze worden gevonden. Waar is de 100 euro dan? Dat is een virtuele 100 euro. Het duurt 3 kwartier totaal. 3, 2, 1, go. Oh, nu naar binnen. Waarom gaan jullie allemaal rennen? Dat is helemaal geen nut. We hebben wel maar 5 minuten, hè? Heeft een van jullie een tip voor mij? Voor een goede verstopplek? Dit mag overal. Ja. Ik heb een fantastische plek, denk ik. Hier, op de bodemmaat. Doe je die? Ik zit hier goed. Ik zit hier fantastisch. Maar kijk, hier worden al die bowlingballen gesorteerd. Of kegels. Weet jij een hele goede verstopplek? Ja, ik dacht dus hier bij de kerstboom in het hoekje daarachter dat jij die cadeautjes even voor mij zet. Want kijk, als je mij dan inbouwt... Ja, dan ga ik het allemaal gewoon zetten. Ja, als je deze bijvoorbeeld je broek erin doet, dan zie ik er wel. Top. Om de bowlingballen of zo misschien? Ja, oké, we gaan naar de bowlingbaan. Nee! Zit Vin zit hier al. Ga weg, nu ga weg! Godver... Vin! Kut, Vin zit hier. Oké. Dit is echt perfect. Je hebt ook een witte trui, dus valt echt helemaal weg. Oké, okay, top. Perfect, thanks. Dank je. Kijk, dit is dus hoe ik zit. Dus je moet er echt doorheen gaan kijken, wil je mij zien? Ik zit echt helemaal zo. Als je nou een bedje zou moeten gooien, wie gaan we als eerst vinden? Als eerst? Ik denk Siebe. Oh, ik dacht dat het Stefan was. Dat Stefan niet. Julia is heel fanatiek. En Vincent is hier al een keer geweest. En hij weet nog een verstopplek van de vorige keer zijn. Laat ik hier zitten. Ik zit nu perfect. Ik moet alleen wel een beetje stil zijn. Kijk. Die is hier zeg maar wel open. Oké, okay, we gaan maar later gamen. Oeh ja, ja, ja. Huh? Denken jullie wat ik denk? Ik moet hieronder. Oké, okay, ik weet niet of dit werkt. Het ligt ook niet lekker. Ergens in dit gebouw zitten 3 losers. Zit jou 300 euro? Dat ook, ja. Die ga ik nu terughalen. Yeah. Ik vind dat we te weinig verstoppertje doen op dit kanaal. Oh. Oké, okay, 3 kwartier. Ja, de obvious plekken van even kijken. Ja, daar zit natuurlijk niemand. Er was hier opeens iets heel geks met de microfoon van mijn camera. Dus sorry voor het geluid af en toe. Ja. Jongens, ik ben tussen deze 2 palen doorgeklommen. Kijk mij dan mee. Dit is een zieke plek. Ik hoop niet dat Steven hier gaat vinden. Weet een beetje iets aan deze plek. Je maakt niet zo snel, je loopt niet zo snel langs de bowlingbaan daar om daar vervolgens die deur open te gaan doen. Je hebt het gevoel van, hé, daar mag je niet heen. Maar ik weet van de vorige keer dat je hier wel mag komen. Dus dat is top. Deze plek is te goed. Hij gaat mij niet vinden hier. Dus dat betekent dat ik straks 100 euro heb verdiend. Hier is de bowlingbaan. Nog een beetje. Zit hier iemand? Het zou toch wat zijn, hè, zo snel? Nee! Nee! Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Maar je hebt de deur open laten staan hier. Daar kun je kijken. Die had ik dicht gedaan. Dat was open. Tyfus, dat is een Siebe geweest. Want die kwam hier binnen en die zei, oh, zit er, oh, jij zit hier. Klets zo uit tyfus hè. Hij heeft de deur open gedaan. Vincent is gepakt. Ik ga zeggen dat ik niet op de kartbaan zit. Ik zit niet op de kartbaan, natuurlijk. Oh man, dan ga ik echt Siebe 100 euro op. Als hij wint, pak, krijg ik zijn 100 euro. Ja, je bent wel lang volgehouden. Echt waar, Siebe. Ik mag je. Oké. Okay. Siebe zegt, ik zit niet op de kartbaan. Nou, dat is duidelijk, toch? Dan zit hij daar ook echt waarschijnlijk sowieso niet. Het kan ook reverse psychology zijn. Oké. Okay. Nou, even Siebe pakken hier. Ja, dan halen we Siebe even van de kartbaan. Siebe! Steven is sowieso bij de kartbaan aan het kijken, want ik heb net al een paar keer gezegd van tevoren. Niet zo'n goede plek lijkt me. Zei hij, ja, jij gaat daar zitten. Ik denk dat je toch wel... Hij zegt niks terug, dus... Je toch wel hij zit hier. Moet lopen. Over 2 minuten moeten ze een selfie sturen. Hallo!
Ik denk dat dit een miljoen op de kartbaan is eigenlijk. Selfie time. Oké, laten we even kijken bij de laser game hall. Oh, ik moet een selfie sturen. Zullen we hem een beetje een hint geven? Oh. Oh. Dit is een laser game, maar. Kijk, hier kan je zo vies campen onder dat ding. Oh, ik hoorde wat. Maakte jij het geluid niet? Nee, ik ben toch hier? Ik hoorde ook een geluid. Hallo? Julia? Wat een gek klein baantje. Oh, we allemaal hoekjes hier. Zit is? Dit is wel een ideaal gat, moet ik zeggen. Ik hoorde hier ook iets onder, ik zie het. Ik durf niet te praten. Oh wacht, eerst voordat we dat doen. Ik heb foto's van je. Dit is Julia. Die is sowieso hier. Zit Julia daar, denk je? Julia. Gast, dit is super. Kijk, ik zit die plant. Heeft hij nou een bril? Is dit Julia de bril? Nee, dit is Sieben zijn bril, toch? Van een BMW. Sieben! Oh! Ik ga chillen, man. Hey, welcome to my crib. Kom in. Hé, hey, maar wel ziek. Hoe ben je daarin gekomen? Ben je hier naar gegaan? Ja, al je spullen liggen hier, gozer. Maar Siep, ja, je maakt een geluid. Ja, ik weet. Jullie kwamen binnen en ik struikelde over die plank hier. Maar je loopt niet eens. Jij hebt mij echt kapot gemaakt. Jij hebt de deur open laten staan, waardoor hun naar binnen zijn gelopen. Ik ben na 3 minuten gevonden omdat die fucking deur open stond. Ja, anders hadden ze toch zelf die deur open nee, gedaan? Want ze hadden daar nooit naartoe gelopen, zegt hij net. Ja, omdat... Ik ging alleen omdat de deur open was. Wie dat de deur open? Sorry man. Ik wist ook niet dat er een deur was eigenlijk. Er zit er nog een gestuurd. Dat zou wel hier kunnen zijn. Hoor. Coming for you. Ja! Ja, wordt steeds groter. Ja. Oh mijn god, dit spel is fucking leuk, ouwe. Kijk, je moet gewoon zeggen, oké, maar deze even jij hebt ook nog gewoon 10 minuten of zo. We zijn weer allemaal gespeeld. Het gaat alleen maar weer in de tijd op Steven of iets. Nou. Nee, niks. Succes, ze is wel heel zelfverzekerd. Ja man, ik zie het ook aan die kop. Die kop zegt van, maar... ik heb een valspeelplek. Ze zit nog niet op een plek waar ze niet mag zitten, hè? Nee, nee, ze is niet, nee, ze zit op een plek waar het wel mag. Kan je daar iets over loslaten? Ja, als ik zeg dat het enorm in het Alpijnse thema is. Dat is alles hier, toch? Alles is hier in het Alpijnse thema. Zij is echt in het Alpijnse thema. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat zou wel gek zijn, hoor. Maar ook weer niet, dat maar, ik zie een kooproos. Ik hoor ook een geluid! Wat? Ik zie ook die voet van haar hier. Ja. Oh mijn god. Ja, maar dit is niet eerlijk, want die GoPro ging aan. Ik zag geen voet al zitten. Zo, maar jij bent ziek geholpen. Ja, kom maar. Zo. Vandaan, joh. Free money, bro. Nee, ik heb gewoon die 100 euro verdiend. Het is zo niet eerlijk, die GoPro ging piepen en hij zit mij te verraden. Siebe heeft mijn plek verraden. Siebe heeft ook zijn eigen plek verraden. Ja. Dat is ook niet eerlijk. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet dat duimpje omhoog te drukken, dat blauwe duimpje. Of in je kont. Doei. Like en abonneer!